Breda Nu. Je weet het meteen. Bewoners van Breda werden uitgedaagd om mee te denken op welke manieren de stad op een groenere manier aan zijn energie kan komen. Verzamelen, mensen mobiliseren. Ja, dat. En dan kun je met je bonnetje naar het stadskantoor en zeggen, nou, geef de helft wat terug. Ja, of inderdaad. Het hele gekke van het verhaal is, zonnepanelen levert niet veel meer punten op als geen zonnepanelen. De warmtenetten, die kun je zo groot en klein maken als nodig is. Dan heb je een koppelaan. Wat zijn op dit moment de ontwikkelingen die jij waarneemt op het gebied van duurzaamheid in de stad Breda? Wat voor initiatieven komen er allemaal van de grond? Nou, ik word er persoonlijk heel erg blij van. Er gebeurt ontzettend veel. Niet alleen bij de gemeente, zeker niet. Juist ook bij ondernemers, bij onderwijsinstellingen, bij ondernemende burgers. Eigenlijk de 4O's samen moeten het gaan doen. We zijn vanavond bij elkaar om het vooral te hebben over klimaat- en energieprojecten. Breda wil een CO2-neutrale stad worden en wil ook klimaatbestendig zijn. Dus we moeten echt ons energiebruik omlaag brengen. Zelf zoveel mogelijk opwekken en daarnaast ook anticiperen op die klimaatverandering die er echt aan het aankomen is. Ja, en gelukkig beweegt er al van alles. Dus we hebben hier deze avond onder andere twee mensen op het podium gehad die echt stappen aan het zetten zijn. Allebei in een collectief, de ene met een VVE, een vereniging van eigenaren, Topaasstaten. Die hebben het voor elkaar gekregen om als eigenaren van appartementen, die dus samen een gebouw hebben en ook een gezamenlijk dak, om dat dak gezamenlijk te beleggen met zonnepanelen, wat heel erg moeilijk is en ook landelijk op heel weinig plekken nog gelukt is. Nou, daar zijn we best trots op dat het dan in Breda wel gelukt is. Onder luid applaus werd de jaarlijkse wisselbeker dit jaar uitgereikt aan de Vereniging van Eigenaren Topaasstaten. Nou, wij zijn de eerste bestaande VVE, dus waar mensen al langer in zo'n Vereniging van Eigenaren wonen, die dit voor elkaar heeft gekregen. Want als je een nieuw gebouw neerzet, kun je zeggen, wij bedenken dat het vol ligt met zonnepanelen en mensen kunnen dan zelf daar een appartement kopen en zelf kiezen. Daar zijn best wel voorbeelden van. Maar als bestaande VVE zijn misschien wel de eerste uit heel Breda die dat voor elkaar hebben gekregen. En het vernieuwende is, ja, als dat door zo'n doorbraak zoals wij hebben laten zien kan, dat betekent dat er nog honderden meer zijn waar het allemaal zou moeten kunnen. En wat was daarin om dat te bereiken nou het kantelpunt of de moeilijkheid? Nou, het kantelpunt was dat wij op een gegeven moment bedacht hebben, we vragen niet iedereen om meteen mee te doen. We vragen gewoon de algemene ledenvergadering om het dak te mogen gebruiken. En we zeggen tegen iedereen dat hij stelselmatig in de komende jaren mee kan doen. Maar er zijn best veel mensen die willen dat eerst eens eventjes aankijken. Er zijn best veel mensen die willen eerst nog even wat sparen. En dus die instapmogelijkheid later is eigenlijk het gouden ei gebleken bij ons. Dit is dus één manier waarop groene energie bereikt kan worden. Maar er zijn uiteraard meer mogelijkheden. Ja, ik denk dat er heel veel te bereiken is door veel meer te gaan delen met elkaar. Want op plekken wordt het wiel zeker wel uitgevonden. Maar het lukt ons nog niet goed om eigenlijk die kennis goed te verspreiden. En ook dat enthousiasme vooral ook om echt aan de slag te gaan. Want soms weten we wel dat het goed zou zijn om het huis te isoleren. Maar ja, op een of andere manier is het toch te veel hijsaan, te veel uitzoekwerk. We zijn allemaal druk en het komt niet van de grond. Ja, en ook kleine dingen, weet je, dat mensen dan, als ze dan geld in duurzaamheid willen steken, dat ze een zonnepaneel kopen. Terwijl je euro eigenlijk nog het beste besteed is als je je dak zou isoleren, bij wijze van spreken. Nou, dat soort dingen willen we bij veel meer mensen tussen de oren krijgen. Van joh, geld op de bank zetten levert bijna niks op. Wees nou slim en isoleer je dak, want dat geeft je een rendement dat vele malen hoger is.